Welkom bij de belegger-update van 12 uur. De AEX verliest rond dit tijdstip alweer ruim 2%. We staan rond de 274 punten. En dat is eigenlijk het niveau waar we de afgelopen 2 maanden steeds naar terug lijken te keren. Het afgelopen kwartaal heeft de AEX maar liefst 18,43% verloren. En voor de optimisten onder ons, je zou dan kunnen zeggen, nou, zo slecht als het afgelopen kwartaal zal het komend kwartaal in elk geval niet meer worden. Maar je weet het niet, want we staan vandaag dus, zoals gezegd, 2% lager. Het belangrijkste nieuws van vandaag is toch wel dat de Griekse regering heeft aangekondigd de eisen voor het begrotingstekort niet te zullen halen. Hun begrotingstekort zal uitkomen op 8,5%, terwijl door de trojka als eis 7,6% was gesteld. En die trojka van EU, ECB en IMF, die heeft die eis gesteld zodat Griekenland, als ze dat haalden, zouden ze in aanmerking komen voor de tweede tranche van de lening van 110 miljard. Griekenland heeft wel bekendgemaakt dat ze verder gaan met bezuinigen. Maar economen zeggen daar dan weer van, ja, hoe ver kan je bezuinigen? Want met die bezuinigingen zet je nou juist de Griekse economie weer verder onder druk. Vandaag vergaderen de ministers van Financiën van de eurozone over dit probleem. Dat doen ze in Luxemburg. En morgen vergaderen de ministers van Financiën van de Europese Unie ook over het probleem Griekenland. Vanmiddag nog wat cijfers, wat macrocijfers uit Amerika. Om 4 uur de ISM Inkoopmanagers Index, die is naar verwachting ongeveer gelijk gebleven. Dan ook de Amerikaanse autoverkopen over de maand september. En die zullen naar alle verwachting te lijden hebben gehad onder orkaan Irene. En ook om 4 uur de Amerikaanse bouwuitgaven over de maand augustus. En die namen eerder al af met 1,3%. En ook voor de komende maand wordt een lichte verslechtering van die bouwuitgaven verwacht. Dan hebben we woensdag nog het rentebesluit van de ECB. Vorige week zagen we al dat het Europese inflatiecijfer tegenviel. Dus het zal niet erg waarschijnlijk zijn dat de ECB de rente nog verder zal gaan verlagen. En dat is wel waar beleggers eerder op gehoopt hadden. Dit was de belegger-update van maandag 3 oktober. Morgen zijn we er weer. Heel graag tot dan.